Een dierenpark, een lange tijdrit, dan mag het beest uit Friesland natuurlijk niet op het appel ontbreken. Liewe Westra wil op deze dag voor het eerst Nederlands kampioen tijdrijder worden. Dan moet hij wel afrekenen met bijvoorbeeld Terpstra of met al die goede mannen van Rabobank. Clement, Kelderman, Flens, Boom en deze Maarten Tjalingi. Die is, en dat is misschien wel slim, vroeg van start gegaan en hij legde de 45,7 kilometer af in 56,04. Dat is de snelste tijd waarmee de toppers moeten gaan afrekenen. Westra gaat van start en slingert zich dan mooi door dat dierenpark. Lianen links, nijlpaarden, olifanten, van alles moesten ze ontwijken. En daarna gingen ze de open vlakte in. De toppers die gingen strijden om de Nederlandse titel. De bondscoach is er ook, Leo van Vliet. En hij ziet tevreden dat Westra, de man die hij heeft afgevaardigd naar de Olympische Spelen, het uitstekend doet. En dan is het kijken hoe Clement het er vandaag van afbrengt. Dat de 21-jarige klimmer Kelderman een beetje kan tijdrijden, liet hij in de Dauphiné zien. En vandaag doet hij dat weer. Hij wordt zesde en is een grote belofte voor het klassementswerk van de toekomst. Terpstra, ja, dat is een echte klasbak op dit gebied. Een grote tijdrijder, een kanshebber voor de eindoverwinning vandaag. En ook Lars Boom meldt zich in de debatten. Hij zit bij de top 3 onderweg. Halverwege 1 Westra, hier op de dijk, beukend in de wind. 2 Terpstra, 3 Boom. En Clement zit er dan al een dikke 20 seconden achter. De finish van Lars Boom. En verdwenen is de tijd van Tjalingi. En dan moet de rest ineens gaan afrekenen met de 55-34 van Boom. Nicky Terpstra was onderweg iets sneller dan Lars Boom, maar hij heeft het tweede stuk aanmerkelijk trager afgelegd. Aan de finish is hij 14 tellen langzamer dan Boom. Die staat nu eerste, 2 Terpstra en onderweg zijn nog Clement, maar die is vooral in gevecht met zichzelf. En Liewe Westra, een fenomeen. Geweldig in Parijs-Nice. Toen nam hij even gas terug na de Ronde van België. En vandaag is hij ouderwets aan het knallen. Hij rijdt de tijd van Boom uit de boeken, is 6 seconden sneller. En dan is het alleen nog wachten op de finish van Stef Clement. Maar die had halverwege al een achterstand van 19 seconden op de Vries. Aan de finish zijn dat er 31. En dan weet Clement dat het hem niet gelukt is om voor de 5e keer de nationale titel tijdrijden te pakken. Hij bolt uit naar rechts, maar hij ziet links echt wel de nieuwe kampioen van Nederland. Heel tevreden over de motorkap van de ploegleiderswagen hangen. 1 Liewe Westra, 2 Lars Boom, 3 Nicky Terpstra. Het beest wint in het dierenpark, kan het mooier? Ja, geweldig, geweldig, godverdomme. Hoe dood ben je gegaan? Ja, ja, het gevoel was gewoon super en ja. Ja. Goh, ik heb je gewoon aan toegeleefd en ja. Eindelijk een kampioen, god, dit is echt ongelooflijk, ja. Het gevoel was super, de hele rit? Ja, er zat echt power achter en ja, ik heb je na het voorjaar echt even rust genomen en goh. Mocht ook wel even, hè? Ja, het beste was er gewoon af en ik heb weer opgebouwd naar deze periode en ja, dat ik vandaag zo goed was had ik nog niet gedacht, maar ja, het komt er een keer uit. Ik heb er heel vaak heel dichtbij gezeten en vandaag was het gewoon raak en ik kreeg gewoon echt heel hard. Wist je hoe krap het was halverwege ten opzichte van Terpstra? 1 seconde? Ja, dat was niet veel en dat klopt ook wel, want ik zag hem heel lang voor me rijden, maar ik kwam niet echt dichterbij. En, ja, de tweede ronde kwam ik in één keer heel, heel vlot, heel dichtbij en toen had ik wel in de gaten dat het er heel goed uitzag. Het zit dus wel goed met de benen van het beest voor de Ronde van Frankrijk. Ja, maar ik heb gewoon op tijd gas teruggenomen en rustig weer begon te trainen. En ik heb gewoon naartoe geleefd aan deze periode en dat was een tijdje was wat minder. Maar, ja, moet ik te accepteren voor jou, hè? Een tijdje wat minder? Ja, maar ja, het is gewoon na Parijs-Nice was het gewoon allemaal heel super en ja, je kan gewoon niet een heel jaar super wezen, dus ik ben achteraf gewoon net wat te lang doorgegaan en ja, dan krijg je een dipje en ja, dat is voor sommige mensen is dat natuurlijk niet leuk, maar ik heb er altijd in blijven geloven en gewoon rust genomen en nu weer rustig opgebouwd en vandaag was het wel raak, dus Zijn er plannen voor de Tour? Ja, gewoon kijken hoe de benen zijn.